De kritiek die Bo van Erve Dorens krijgt op zijn legendarisch slechte TV-interview met Gordon is terecht, vindt kijkcijferkanon Wilfred Gené. Ook de presentator van vandaag een site heeft even gekeken naar de bewuste aflevering van Casa de Bo en vindt dat Bo ons etend gefaald heeft als presentator, tv-maker, producent en als mens. Wilfred brengt het rampinterview gisteravond ter sprake in de eerste VI van 2024. Je mag geen tegenspraak geven, een beetje wat Bo bij Gordon had, dat je niet er tegenin mag gaan, je moet het gewoon laten gebeuren, sneert hij. Tafelgast Euskan Akjol, ja, nee, ik heb het meegekregen. Het was geen goed interview, begreep ik. Ofwel, René van der Gijp, nee, natuurlijk niet. Johan Derksen, je hebt wel eens dat talkshow mensen dan een bepaalde gast willen hebben en dan maken ze afspraken. Jij kunt je verhaal doen en ik zal niet interrumperen, maar dat werkt nooit, want de mensen hebben dat meteen door. Euskan kaatst de bal terug naar Wilfred. Klopt. Bo heeft het niet goed gedaan, toch, vind jij? Wilfred, nou, ik had het iets anders aangepakt, laat ik het zo stellen. Johan, ja, bij jou was Ina twee minuten weggelopen, die Gordon. Wilfred, dat denk ik ook wel, ja. Euskan, dit hier is een live programma. Alles wat wij zeggen zien de mensen. Maar bij zo'n programma. Waarschijnlijk hebben ze urenlang een interview met hem gedaan. Er zijn in de regie bewuste keuzes gemaakt om Gordon te pamperen, denkt Euskan. Dan gaan ze naar de eindredactie en de eindredacteur maakt keuzes, van, wat ga ik laten zien? Het is heel moedwillig dat ze dit wilde laten zien aan ons. Je zou die eindredacteur ook iets kwalijk kunnen nemen: van waarom kies je dit als highlight? Kleine noot: die eindredacteur werkt ook voor Bo. Dit was namelijk een productie van Bo. En hij had als ervaren tv-maker gewoon moeten ingrijpen, vindt Wilfred. Vind je niet in het geval van Gordon dat je zo'n man tegen zichzelf moet beschermen? Dat je het beter niet kan doen? Daar is Euskan het mee eens. Ja, maar dat zeggen de media altijd: van die man is gek, we moeten hem geen podium meer bieden, maar over drie maanden gebeurt het weer. De media mag je ook wel wat kritiek op hebben: van waarom nodigen we hem uit? Johan Gordon staat in de belangstelling en heeft allerlei gekke dingen gedaan en geroepen. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n bo hem dan aan zo'n meer wil hebben om even uit te huilen. Achteraf gezien zou een redactie moeten zeggen: Jongens, dit heeft 30.000 euro gekost bij elkaar, maar we gooien het weg. Dit is niet goed voor jouw carrière.